Het gerenoveerde staatslogeergebouw van Nikeri is gisteren opgeleverd en overgedragen aan districtscommissaris Witprakash Julum Singh. De minister van regionale ontwikkeling, Edgar Dikan, was aanwezig bij de oplevering. De renovatie heeft 900.000 SRD gekost en is gefinancierd uit de districtsbegroting. Niet alleen overheidsambtenaren mogen gebruik maken van dit gebouw, maar ook particulieren. De kamers van het logeergebouw zijn modern ingericht en aantrekkelijk gemaakt voor de gasten. Er zijn kunstwerken geplaatst die de potentie van het district aangeven. Minister Dikan zegt dat deze kunstwerken de visitekaarten zijn van Nikeri. Hij drukte de Nigerianen op het hart ervoor te zorgen dat het logeergebouw goed wordt onderhouden. Voordat ik u feliciteer, TC, de totale Nigeriaanse gemeenschap, wil ik ook u vragen, u verzoeken, om dit te onderhouden. Ook de bezoekers die gaan komen, om het te zien als hun eigen bezit. De mensen die hier te werk gesteld zijn, om ervoor te waken en er niet voor te schromen wanneer u ziet dat gasten eigenlijk vandalisme toepassen om zaken kapot te slaan of op een onbehoorlijke manier hard de deuren dicht slaan, etc. Wees ze op hun medeverantwoordelijkheid. Dat niet telkens weer onnodig uitgaven worden gedaan, terwijl als we op een verantwoordelijke manier ermee zouden omgaan, worden die middelen voor andere zaken. De burgervader van Nikeri is blij met de oplevering. Nu het economisch slecht gaat met Suriname, wordt de nadruk gelegd op de toerismesector. Naast de renovatie van het staatslogeergebouw worden er ook gesprekken gevoerd met de Stichting Toerisme Suriname om Nikeri aantrekkelijker te maken voor toeristen. We hebben ook de afspraak met de minister om met de Suriname STS, Stichting Toerisme Suriname, ook dan te praten om bepaalde sectoren te accentueren. In deze waar we in Nikeri kunnen bogen is zonder meer onze Bigipan. Daar loopt al hard. Daarom hoort u ons vaak praten over Bigipan als er coupures zijn, als er problemen zijn. En het stukje veiligheid die in Nikeri is, is, ik wil bijna zeggen, 100 keren veiliger dan in Paramaribo. Een stukje rust dat je hier hebt rustgeven. En de afstand is niet echt groot omdat die wegen vrij goed zijn. En dat alles meenemend. En onze view op de Atlantische Oceaan, allemaal dat we als product maken. Maar dan willen we ook met de deskundigen, in dit geval de Stichting Toerisme Suriname, ook helpen ontwikkelen. Dat was districtscommissaris Julum Singh en hij sprak bij de oplevering van het gerenoveerde staatslogeergebouw van Nikeri.